Nou, de fronsrimpel kun je herkennen aan de twee rimpels tussen de wenkbrauwen. Misschien leuk om te vermelden dat er verschillende soorten fronsrimpels zijn die met name voor de behandeling erg belangrijk zijn. De fronsrimpel kan uitstekend behandeld worden met azalure, dat is een soort van botox. Zou je dat niet willen, dan kan het redelijk tot goed behandeld worden met een hyaluronzuur of de plexer. Patiënten zijn heel erg tevreden over de behandeling met azalure of met een hyaluronzuur of met de plexer. Het aantal behandelingen wat je nodig hebt om een frons te behandelen is meestal gewoon 1. Dus met botox heb je meestal 1 behandeling nodig. Als je een diepe fronsrimpel hebt, dan kan het wel zijn dat je daar wat meer geduld voor moet hebben. Omdat zelfs met als de botox volledig goed is uitgevoerd, dan is de vouw, wat een, zoals je een rimpel kan noemen, heeft wel tijd om dat rustig weg te trekken. Dus dat kan soms wat langer duren. Ja, de fronsrimpel is eigenlijk in vrijwel alle gevallen gewoon goed weg te halen en ook hoeft niet meer zichtbaar te zijn.